Ik heb u onlangs gevraagd om aandacht voor elkaar te hebben. Vandaag ben ik bij de heer Schreurs. Op de koffie. Meneer Schreurs, wat heeft de coronaperiode met u gedaan? Dat mijn vrouw overleden is in een vrij korte tijd, in het begin van de corona, van die hele periode, moet ik heel eerlijk zeggen, die is nog lang niet weg. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, want het is allemaal zo vredig. En nu woont u hier alleen, maar voelt u zich ook alleen? Ja en nee, ik bedoel, ik red mij, maar ik heb een paar geweldige dochters. En de ene die is nu verkouden, die is niet hier, maar... Als het even kan, dan zijn ze een paar keer in de week hier, vaste tijden. En ze koken dan ook weer. En wat betekent aandacht voor elkaar voor u? Ik kan u misschien wel eventjes de bak laten zien van alle berichten die ik gehad heb. En er zitten 280 brieven en kaarten in. En dat is toch wel een teken dat je erbij geworden hebt. Hartverwarmend. En wat zou u de mensen willen meegeven als het gaat over aandacht voor elkaar? De aandacht van het dorp is heel fijn. Ook voor de interesse die er is, en dan komen ze af en toe nog wel eens eentje langs. En als ik naar het dorp toe ga boodschappen doen. Frans, hoe is het? En wil het toch? En gaat het nog? En nog gecondoleerd. En dat vind ik erg fijn. Warme belangstelling, ja. Daar gaat het om. Ja.